Snap ik dan ook wel weer. 25 september, vandaag niet alleen de dag dat Gijs Pardoel een nieuw album uitbrengt dat hij live is komen voorstellen bij ons, maar ook de laatste dag van de week van het werkelijk. Een hele goede morgen, dag Leo Bormans. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij bent een beetje, ja, je staat een beetje als gezicht van de week van het werkelijk, want niet iedereen is altijd even positief op het werk en jij wilt daar toch mee helpen aan veranderen, toch? Ja, wij bestuderen geluk in zijn algemeenheid. En werk maakt deel uit van ons geluk. Hè. Als we zoveel tijd doorbrengen op ons werk en we voelen ons daar niet goed, dan nemen we dat mee naar huis. En als we ons thuis niet goed voelen, dan nemen we dat mee naar ons werk. Hè. Mm-hmm. Dus de werk maakt integraal deel uit van geluk. En dat bestuderen we in het geluksonderzoek voor de World Book of Happiness, de World Book of Hope. En we hebben daar wel wat kennis rond verzameld. Ja. Ja, je geeft ook lezingen over geluk en optimisme. Is dat nog heel erg belangrijk om te doen in 2020? In coronatijden meer dan ooit. Hè, mm-hmm. Meer dan ooit. We zien toch wel een aantal dingen nu gebeuren. Mensen worden bang. Hun werk verandert, grotendeels. Maar iedereen pakt dat anders op. Hè. We zien in het heel recent onderzoek dat 1 op 4 mensen zegt dat dankzij corona zijn job meer stimulerend is geworden. En 20% zegt dat ze minder stimulerend werk hebben. Ja. Dus iedereen verandert. Dat verandert ons hele leven. Hè. Dus voor sommige mensen is thuiswerken een zegen. Voor andere mensen is dat een ramp. Wat we heel goed zien in het onderzoek is dat voor werk heel belangrijk is de sociale interactie met onze collega's. En die missen wij vooral. Hè. Het is niet zozeer de inhoud van het werk, dan wel die gewone contacten tussen mensen. En er zijn wel wat mensen die dreigen vereenzaamd te geraken. We mogen niet vergeten dat er altijd collega's zijn die andere collega's pesten. Hè. Nee. Er zijn nogal wat mensen, ook voor corona gebeurde dat, maar ook in corona. Hè, dat mensen geïsoleerd worden, dat ze niet worden gebeld. Dat is zeker waar. Zo, bijvoorbeeld, dat gebeurt ook. Hè. Ja, als je thuis werkt, dat is niet altijd gemakkelijk, want je hebt geen collega's rond je. Je hebt de middagbreak niet samen, je kan niet even babbelen met mensen. Heb je nog een tip die je wilt meegeven aan iedereen? Ja, we moeten elkaar blijven steunen en blijven opzoeken. Hè. Die complimentjes die wij op het werk soms krijgen, van je ziet er goed uit, wat leuk dat je dat werk gedaan hebt. Dat gevoel dat wij samen werken. Hè. Mensen die het gevoel hebben dat ze in een team zitten, dat ze zelfstandig kunnen werken, maar toch deel uitmaken van een groep. Dat maakt ons vooral gelukkig op ons werk. Mm-hmm. Dus blijf dat doen. Mekaar opbellen, mekaar contacteren, een seintje geven, een briefje schrijven, een complimentje geven. Het zijn die dingen die ons erbovenop helpen. Optimisten hebben de neiging te denken dat alles wel goed komt. En pessimisten hebben de neiging te denken dat het nooit meer goed komt. Maar er is iets tussen die twee. En dat zijn hoopvolle mensen. Hoopvolle mensen zorgen ervoor dat ze met elkaar in contact blijven. Dat ze weten dat er een doel is. Dat er iets is waaraan we kunnen werken. Dat we dat samen kunnen doen. Dat zijn heel belangrijke dingen voor mensen. Hoor. Dus laten we gewoon de gulden middenweg vinden tussen dat positivisme en het negativisme. En dat iedereen gewoon hoopvol door het leven kan gaan. En de collega's ook eens bedankt voor wat die doen. En dat teamgevoel terug naar boven te halen, al is het online. Wel, u hebt het mooi samengevat. Dankjewel voor jouw uitleg, Leo. Dag Leo. Jawel, goeie ochtend. Dag.